Ik dacht bij mezelf, ik maak deze video even voor jullie. Ook omdat ik recent dus een video had over politie met betrekking tot wat er laatst aan de hand was. Met die brieven die verstuurd waren. En er is momenteel natuurlijk veel meer gaande. Ik moet jullie zeggen, ik kom uit werk en ik heb natuurlijk de hele dag al berichten dat Poolse Zebra zijn kanaal is overgenomen door de politie. Wat daar 100% van waar is, is natuurlijk nog even gissen. Het is nog even afwachten wat daar zal uitkomen. Alleen het is wel heel erg duidelijk dat het geen stunt is. Het is geen publiciteitsstunt. Sterker nog, dat zou wel heel ziekelijk zijn. Maar vandaag kwam er dus ook in de media bevestiging dat Poolse Zebra is opgepakt. Met nieuwsartikelen op ad.nl, et cetera. Ik maak nu deze video. Ik kom net uit mijn werk. Omdat ik dacht van, ik wil hier toch even met jullie over praten. Omdat, ik vind het wel zo eerlijk. Ik bedoel van, mijn hele DM op Instagram, @pyroteamdelft, zit helemaal vol met mensen die zeggen van, zijn jullie niet bang, dit en dat, bla bla bla. Alles even op een rijtje. Afgelopen week maakte ik een video over dat de politie weer met brieven aan het sturen is. Die brieven die werden verstuurd naar aanleiding van die invallen bij de Poolse webshops in Polen. Die video kunnen jullie kijken door hier op die kaart te drukken. Naar aanleiding van die video, het lijkt wel allemaal dat het gewoon bij elkaar hoort, die twee zaken. Alleen dat is natuurlijk niet zo. Ik weet eigenlijk bijna zeker dat dit toeval is. Op een gegeven moment, ik ben natuurlijk geabonneerd op Poolse Zebra, wie niet? Hij maakte de ziekste video's van YouTube op het gebied van vuurwerk. Laten we eerlijk zijn, de ziekste video's. Beter dan wie dan ook. De edits, de beleving, de sfeer. Daar kan ik natuurlijk nog wel uren over doorpraten. Maar ik steek dat niet onder stoelen of banken. Dat ik heel erg veel van zijn video's hield. Maar op een gegeven moment kreeg ik op mijn telefoon een bericht. Het functioneel parket van de politie. Het kanaal van hem in beslag had genomen. Met daarin 5 seconden een stuk over dat de politie dat kanaal in beslag heeft genomen. En dat het kopen en hebben van illegaal vuurwerk strafbaar is. Nou ja, ik dacht in eerste instantie aan een stunt. Ik dacht van, dit kan niet waar zijn. De politie zou dat nooit doen, een kanaal in beslag nemen. Dat is ook nog nooit gebeurd. Maar dat het een behoorlijke impact heeft in de vuurwerkwereld. Vooral op YouTube. Dat spreekt voor zich eigenlijk. Ja, ik vind het gewoon wel heavy om te zien dat hij is gepakt. Vandaag heb ik namelijk ook nieuwsartikelen gezien op ad.nl. Zien jullie waarschijnlijk nu een stuk van. Dat er inderdaad huiszoekingen zijn geweest bij hem. Er zijn dus 2 mensen aangehouden, hij en een ander persoon. Er is ook vuurwerk gevonden, dat is in beslag genomen. En naar aanleiding van dat zit hij waarschijnlijk dus nog vast. Ik weet het niet zeker, dus voor de mensen die meer weten of iets, veroordeel me niet daarom. Maar waarschijnlijk zit hij dus gewoon nog vast. Omdat er ook nog natuurlijk geen communicatie vanuit hem is. Maar dat hij goed in lul is, dat is wel duidelijk. Want het lijkt erop dat ze een heel goed groot onderzoek hebben gestart naar hem. En dat hij nu dus gewoon de sjaak is. Er staat in het nieuwsartikel over dat hij die video heeft gemaakt over tips om niet gepakt te worden met vuurwerk. Nou, die video die is al 3 jaar geleden gemaakt. En in die periode was er ook helemaal geen probleem om zo'n video te maken. Ik bedoel, van toen kon je gewoon nog zeggen, jongens, jullie kunnen de straat op en kijk uit voor de politie. Als je de politie ziet, ren zo ver mogelijk weg. Het kon nog allemaal toen. En nu, het lijkt erop dat ze nu dus oude koeien uit de sloot aan het halen zijn bij hem. Om dus de zaak tegen hem groter te maken. Staat natuurlijk los van het feit dat er wel vuurwerk bij hem gevonden is. Wat dus gewoon niet mag. En het was gewoon triest voor hem. En ik hoop echt serieus dat het niet zo erg is als dat het lijkt. En dat hij binnenkort vrij is en dat we toch nog een vuurwerkcompilatie kunnen verwachten. Want ja, daar zijn we natuurlijk met z'n allen hopen daar natuurlijk ontzettend op. Verder, wat ik wil vermelden daarover, is dat ik vind gewoon dat we met z'n allen gewoon heel erg dicht bij elkaar moeten blijven. Het is namelijk niet zo dat de wereld vergaat. Ik verwacht ook niet dat ons kanaal uit de lucht wordt gehaald. Want ieder stuk vuurwerk wat wij afsteken, gebeurt in het buitenland nog steeds. Hoe lang is dat al zo? Dat is al een behoorlijke tijd. En voor de mensen die denken dat het niet zo is, ik zie ook wel eens berichten eronder van je steekt gewoon in Delft af, ik herken die bomen of zo. Kan ik jullie 1 ding verzekeren? Wij steken absoluut niet in Delft af. We gaan dus richting de 100.000 volgers. En
We zijn niet zo gek om dat te doen. Ik wil namelijk echt doorgaan met het maken van video's voor jullie. Dan maar een trip maken naar Tsjechië, wat gigantisch veel geld kost. Maar dat hebben we er dan maar voor over. En daar wil ik gelijk even op inhaken ook. Dat maken van video's, ook wat Poolse Zebra doet en deed, kost heel veel geld. Er zijn heel veel mensen die denken dat wij superveel geld verdienen met het maken van video's ervan. Maar wat wij jaarlijks steken in die trips, et cetera, is bizar. Ik bedoel van, ik werk fulltime hiernaast. En om gewoon te kunnen leven. En als ik zoveel zou verdienen, dan zou ik ook wel een andere auto rijden. Ik bedoel, jullie weten allemaal dat ik niet de duurste auto rijd. Jullie weten allemaal dus nu dat ik fulltime werk. En als ik heel veel zou verdienen aan vuurwerkvideo's, dan zou ik dat dan allemaal, zou ik dus een hele andere lifestyle hebben op dat gebied. En dat is dus niet zo. Omdat ik al het geld wat binnenkomt tot nu toe investeer. En daarmee kan ik ja, bijna gratis video's voor jullie maken. Dus ook vuurwerk kopen, trips maken. We zijn dit jaar een keer naar Tsjechië geweest. We zijn naar Polen geweest. En zo'n trip, moeten jullie gewoon beseffen, dat kost gewoon richting de 1000 euro per trip. En ja, laten we eerlijk zijn, als de mensen een beetje verstand hebben van views, et cetera, dat halen we er nooit uit. Daarvan kopen we bijvoorbeeld een nieuwe camera, of het categorie 1 vuurwerk bij de Aldi, of wat dan ook. We steken alles weer terug in de video's en dat wil ik wel even duidelijk gemaakt hebben. De vraag over of er andere kanalen ook gevaar lopen om verwijderd te worden, kan ik ook gewoon heel erg eerlijk over zijn. Ik verwacht het bij onszelf niet, omdat ik het gevoel heb dat wij wel de touwtjes in handen hebben. Ik ben wel wijs genoeg om te beseffen dat het dat ik gewoon niet in Nederland kan afsteken. Omdat wij A, heel veel bereik hebben. En in dit geval een hoge boom vangt veel wind. Dat is nou eenmaal zo. Ze willen liever ons pakken natuurlijk dan Pietje Puk, die daarachter woont. Die toevallig een cobra afsteekt. Want worden wij gepakt, kunnen ze hetzelfde eisen als wat bij Poolse Zebra is gebeurd. Ik weet ook niet hoe het is gebeurd. Misschien heeft de politie hem gepakt en gezegd, je krijgt strafvermindering als je dit nu online zet. Jullie hebben, weet je. Maar ik denk eerder dat het zo is dat zijn laptop in beslag is genomen. Staat ook in de nieuwsartikelen. En dat ze dat gewoon hebben gedaan. Of dat mag, ik weet het niet. Dus Poolse Zebra, als je deze video kijkt, ga daar zeker achteraan met een advocaat. Want ik vraag het me echt af of je zomaar als politie zijnde op een kanaal kan komen en daar zelfs iets op posten. Ik vind het wel heel ver gaan hoor. Dat hij gepakt wordt, à la, weet je, het beeldmateriaal, oké. Maar het verwijderen van werk waarin hij zeker al sinds 2011, 2012 mee bezig is. Ik moet er niet aan denken dat dat bij PTD gebeurt. Want ik moet je zeggen, er staan zoveel unieke beelden op. Wat gewoon voor mij voelt als een monument. Weet je, met heel veel vrienden van mij, oude vrienden van mij afsteken op Oudjaarsdag. Ja, als dat verwijderd zou zijn, dan zou ik denk ik daar echt heel lang niet goed van kunnen slapen. Dus ik hoop dat het allemaal voor hem allemaal goed staat. Dat het gewoon op privé staat in plaats van echt definitief verwijderd. En ik vraag me ook af dus of dat kan. Of dat überhaupt mogelijk is om zomaar iets te posten op een account dat niet van jou is. Ik vind het wel heel ver gaan. Maar goed, de mening van mij die boeit even niet. Ik denk dat die wel duidelijk is. Iedereen deelt dezelfde mening. Alleen hoop ik dat gewoon heel veel mensen gewoon bij elkaar blijven. En dat we niet met elkaar met vingers naar elkaar gaan wijzen. Van door jou gebeurt dit of door jou gebeurt dat. Er zijn dus mensen die houden niet van de video's van Poolse Zebra. Er zijn dus mensen die houden niet van video's van ons, van PTD. Maar ik hoop toch dat jullie gewoon het kunnen opbrengen om gewoon te denken aan het vuurwerk. En laat iedereen gewoon lekker zijn ding doen, weet je. Als je iemands video niet leuk vindt, kijk die video dan niet. Maar ga niet, weet je, mensen proberen uit elkaar te drijven of zo. Maar verder wil ik dus vermelden dat ik ook hoop dat jullie beseffen hoe zwaar het is momenteel om video's te maken voor jullie. Dat is heel belangrijk dat ik dit vertel en dat jullie het snappen. De meeste van jullie, serieus, PTD heeft hele trouwe kijkers. De rest van de YouTubers ook hoor. Maar de meeste van jullie begrijpen dat wel. Dat het momenteel super moeilijk is voor ons om zomaar een stookcompilatie online te zetten. Ja, dus het is gewoon extra moeilijk om nu video's te maken. Wij gaan sowieso wel door op de legale wijze nu op dit moment. Er staan nog genoeg stookcompilaties klaar. Dus die komen ook online. Morgen komt er een hele zieke video. Maar goed, daar kan ik nog niet te veel over vertellen. Er komen stookcompilaties, collecties, alles blijft gewoon doorgaan. Alleen het is wel wat lastiger en ik hoop gewoon dat jullie ook bij andere YouTubers zoals ZB, Ruben, etc.
wat meer ja, begrijpen dat het soms wat moeilijker is om een stookvideo te maken die heel lang is, zonder enige vorm van ja, uitkijken. Maar de tijden zijn echt veranderd, geloof me. Vooral bij ons in de Randstad, ik kan niet spreken voor iedereen op YouTube, maar voor ons in de Randstad, ja, ik voel nog steeds gewoon dat we moeten oppassen. Ook al zijn we dus legaal bezig, we moeten wel oppassen. Want ja, het gevaar ligt gewoon op de loer om inderdaad straks met oud en nieuw toevallig bij iemand te staan die wat heeft wat niet mag. En dat je dan gewoon wordt meegenomen en dat je dus iets krijgt zoals wat Poolse Zebra nu is overkomen. En, maar goed, ik weet wel dat jullie dat allemaal beseffen. En ja, wie dan ook op YouTube die aan vuurwerkvideo's doet, of jullie nou PTD mogen of niet. Ik hoop allemaal oprecht dat jullie niet gepakt worden en dat ook jullie uitkijken. Dus ook een soort van oproep, kijk uit. Denk niet dat jullie niet gepakt worden, mensen, want ja, je moet gewoon uitkijken. Ja, voor mijn gevoel zijn ze toch wel hun boekje te ver gegaan. Alle nieuwsartikelen op allerlei sites, die staan er vol mee dat Poolse Zebra is gepakt. En het schijnt dus te zijn, er zijn ook heel veel geruchten over waarom die is gepakt, naar aanleiding van welke video. Dus ik zou ook zeggen, geloof ook niet te veel roddels. Wie weet komt hij zelf ooit naar buiten met nieuws. Alleen, ja, ik las al ook van mensen berichten dat het ging naar aanleiding van die video Cobra vs Koelkast. Dat daar een Nederlandse omgeving te zien was. Maar goed, het is gewoon gissen naar wat er is en wat er aan de hand is. Maar dat er één ding duidelijk is, dat is wel, staat wel vast. En dat is namelijk dat er bij hem thuis vuurwerk is gevonden en dat hij is meegenomen. En dat hij dit niet heeft gepost op zijn YouTube kanaal. Dus ik hoop toch dat jullie hier wat aan hebben gehad aan deze video. Ik kreeg heel veel positieve reacties op die video over die brief. Die is verstuurd naar aanleiding van de invallen in Polen. En daarom dacht ik wil toch dit even met jullie bespreken. Om toch dingen helder te hebben. Dat jullie ook beseffen dat bijvoorbeeld een Pyroboy ZB, die ook gewoon op een locatie woont waar heel veel mensen hem in de gaten houden. Dat het gewoon gigantisch moeilijk is momenteel om een video te maken. Moet jullie zeggen, over 9 dagen kunnen we het vuurwerk ophalen. En dat gaat gewoon door. Stookcompilaties komen eraan. Oud en nieuw compilatie komen eraan. En misschien is het nog wel interessanter dan ooit. Want wat gaan we doen? Wat voor compilatie wordt het? Jullie gaan het zien. Ik heb een vermoeden. Maar jullie gaan het uiteindelijk zien. We weten natuurlijk nooit wat er uiteindelijk op de plank komt. Maar in ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video, mensen. Ik hoop dat jullie in de reacties even willen achterlaten wat jullie van deze kwestie vinden. Vergeet niet te abonneren, we gaan nu echt richting de 100.000 abonnees. En hoe mooi zou het zijn om in deze negatieve dagen toch dat positieve stukje even te pakken. Het zou wel vet zijn. Dus vergeet niet te abonneren voor die 100.000. En ZB zit ook bijna bij de 100.000, dus vergeet zijn kanaal ook niet even te checken. Later.